een nieuwe video. Ik heb vandaag een Shein shoplog voor jullie. Het is dus al bijna kerst, dus ik dacht hoe leuk is het om kerstoutfitjes uit te zoeken op Shein. Wellicht dat er nog wat leuke inspiratie bij zit voor jou voor de feestdagen, dat jij nog geen kerstoutfitje hebt. Kijk dan zeker deze video, want ik heb echt een heleboel besteld. Wel 16 items. Kleine disclaimer, het is buiten super grauw, het is mistig, het regent half, dus het is een beetje cool licht. Kan er helaas niks anders van maken, maar goed. Ben je benieuwd naar deze Shein shoplog? Doe dan even dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar maak ik me heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met de shoplog. Dit is de doos die ik binnenkreeg. En hier zitten 16 items in. Ik kan het echt niet geloven. Maar goed, het zit er wel in. Allemaal party outfits dus. Met glitter, leer, zwart. Volgens mij nog wat rood. We gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we het openmaken. En dit is de inhoud, helemaal goed gevuld. Voor we gaan beginnen en kijken wat er allemaal in zit, heb ik nog een leuke kortingscode voor jullie. Met de code FLOORDELVERQ krijg je 15% korting op je order. Ik zal even alle linkjes in de beschrijving zetten. Dus alle items die je voorbij gaat komen kun je makkelijk in de beschrijving terugvinden. En daar zou ik anders ook even de kortingscode neerzetten, mocht je willen gebruiken. Dus dat is altijd handig. En deze video is in samenwerking met Shein. Ik krijg deze producten opgestuurd en ik krijg je voor deze video betaald. Maar ik geef altijd mijn eerlijke mening. Mocht jij twijfelen of mijn producten gesponsord zijn, of mijn producten, mijn video's gesponsord zijn, check altijd even de beschrijving. Want helemaal onder de beschrijving zet ik altijd neer of het gekregen is of ik ervoor betaald krijg. Dat staat altijd beneden in de beschrijving, dus dan kunnen jullie daar altijd checken. Zo, wat een intro van deze video. We gaan snel beginnen, want ik kan niet wachten. Als allereerst iets wits. En ik weet eigenlijk echt niet meer wat ik heb besteld, dus dat is wel heel erg leuk. Tada, ook dit is altijd handig. Ik heb trouwens echt geen tactische trui aan. Hij is echt heel erg leuk beige met van die franjes, maar hij gaat de hele tijd omhoog. Maar goed. Het is deze witte blouse. Heel erg groot ook wel. Hij voelt echt super goed aan qua kwaliteit. Even een beetje strijken en hij is good to go. Dit is altijd leuk onder een spencer of zo, wat je nu altijd ziet. Maar ook wel leuk onder andere dingetjes. En met kerst is het sowieso handig. Dus deze blouse heb ik in een maatje M in een 38. Heel erg leuk. Ik ga even het outfitje bijzoeken die ik hierbij heb gedaan. Nou, deze blouse die kost 16 euro en die heb ik dus gematcht met dit item. Dit is hem. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Oh my god. Britt, ik heb de uitslag van corona. Ja, ik ga nu kijken. Ja, jongens, ik zit dus in quarantaine. En ik krijg... Ja, ik kijk. Mocht je de video willen zien, sushi mukbang, leg ik er meer over uit. Dus die moet je even hierboven kijken. Oh, gut, 6, 5, 7. Straks ben ik positief. Ik heb echt lang moeten wachten. Echt 31 uur. Op uit. Wat denk je? 19. Ja. Ik ben negatief! Woe! Woe! Ik bel Sander ook even. Even cut this. Doei. She in. Yo, ik heb de uitslag. Nou, negatief, dan kom ik eraan. Ja, ik ben negatief. Ja, daar kom ik eraan. Goed, waar dus dit... We gaan weer door, was even een onderbreking. Waar ik dit blouseje mee leuk leek, was dit. En dit heb ik dus totaal nog niet. Het is eigenlijk dus een soort spencer in het... Ja, echt heel erg mooi bruin eigenlijk. Beetje roesbruin. Heel erg lang. En ja, het is dus eigenlijk echt een jurk. En ik dacht, hoe leuk is dat met een blouse eronder? Dus deze, ja... Lange spencer jurk-achtig. Die leuk is voor over de blouse. Dus dat is het eerste outfitje. Ik heb hem in een S 36 en hij kost 16 euro. Oké, dan deze outfit. Maar deze voel ik niet zo. Ik voel me net zo'n schoolgirl. Misschien dat ik hem iets leuker heb kunnen combineren of zo. Maar ja, ik weet het niet zo goed. Dan komen we bij het misschien het leukste outfitje wat ik vind. Ik kan echt niet wachten. Misschien ga ik dit straks wel gewoon aandoen. We hebben straks een pubquiz met het gezin. Dus geen random mensen, dus coronaproof. Maar heel erg leuk vind ik dit. Het is namelijk als allereerst het eerste item van deze outfit. Deze geweldige body. Echt heel even serieus. Hiermee ga je echt shinen met je kerst outfitje. Kijk nou.
Ja, hij schijnt wel een beetje door. Dus ik zou een zwarte BH of een bralette onder doen. Dat is ook wel mooi. Maar het is dus deze zwarte body met zilveren pailletten erop. Hij is echt geweldig. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij heeft een beetje zo'n pofmouwtje met een elastieke onderkant. Dus hij poft zo lekker aan je, ja, aan je bols. Hij heeft wel een hele diepe V-hals. Dus misschien is het ook wel heel erg leuk. Dus met een bralette of met een kanten hemdje eronder. Ik heb deze in een maatje 36. Maar even echt, hoe mooi is deze? Even kijken hoe duur die is. Hij kost 15 euro en ik heb hem dus in een maatje S. En ik dacht, dit outfitje hoort, bij dit outfitje hoort een leerrokje. Dus ik heb dit leren rokje besteld. Echt super leuk. Hij is echt zo'n gelaagd rokje. Hij is zwart, het lijkt op beeld een beetje blauw door de felle belichting. Maar hij heeft echt een hele mooie band. Misschien ook leuk met een, ja, zo'n dun riempje of zo. En verder is die heel mooi gelaagd van het leer. Echt een beetje zo'n Nicky rokje vind ik dit. Ik weet niet waarom, maar heel erg leuk. Dus dit is outfitje 2 die je wellicht kan dragen met kerst. 18 euro. Hij staat ook echt super mooi bij dit model. Vind ik. En ik heb hem in een maatje M, zodat ik hem kan delen met mijn zus. Dus dat is dit geweldige tweede outfitje. Ik ben echt verliefd. Ik hoop dat dit past. Het eerste outfitje wat ik aantrek op dit moment. En I love it. Ik vind dit echt zo mooi. Sowieso, deze body is echt helemaal het einde. Sluit hij ook heel erg mooi aan. En ik weet niet, hij zit echt super chill. En dan het rokje is ook zo leuk. En dan een riempje erbij, leuke laarsjes erbij. Helemaal leuk. Het ritje gaat wel echt heel stug, dus daar moet je op letten. Maar verder... Outfitje 3 is wat makkelijker, want dit is gewoon één item. Namelijk, oh, deze vind ik ook prachtig. Oh my god, ik wist niet dat hij dit stofje had. Dit is namelijk dit zwarte jurkje. Heel erg lang is die. Echt prachtig. Dan heeft hij nog aan de zijkant een split. Je gaat het zien met de aanbeelden. Of heeft hij geen split? Ja, een hele mooie split zelfs. Die echt perfect aansluit op je lichaam waarschijnlijk. Met de subtiele zilveren glitters. Nou, ik kan echt niet kiezen wat ik aan ga doen met kerst hoor. Ik vind het zo mooi. Hij heeft ook een waterval effect bovenaan. En het is een vloerstofje. Dus mega zacht. Echt heel erg chill stofje. Echt heel zacht. En lekker stretchy. En oprecht dikke kwaliteit. Dit gaat niet doorschijnen. Dit gaat echt... Dit is echt een fleek dress. Ik ben helemaal verliefd. Ik kan niet wachten om dit aan te doen. Even kijken. Deze jurk die kost 16 euro. En ik heb hem in de kleur zwart, want je hebt ook nog zilver. Maar ik heb hem in het zwart. En ik heb hem in een maatje S. Oh my god, misschien is dit toch wel mijn favoriet. Het is echt zo mooi. En dit topje hierboven ook gewoon mooi. Zo, hij valt top. Hij glinst gewoon mooi. Hij zit lekker zacht, lekker dik van dat vloerse stof. Sluit prachtig aan. Mooi split erin. Nou... Dan heeft mijn zus dus deze jurk nog aan en die staat haar ook echt heel mooi. Echt heel mooi. Door naar de volgende outfit. Outfit 3 alweer. Of outfit 4 alweer. Goh, gaat best wel snel. Dit is een iets stoerder outfitje die je wat stoerder kunt combineren. Dus niet de rokjes en jurkjes. Als allereerste item heb ik deze body. Ik moet zeggen dat ik hem echt iets minder vind omdat ik... Ik weet niet, volgens mij word ik hier heel bleek van ofzo. Maar wat ik heel mooi vind aan deze body is dat hij dus doorschijnende mouwen heeft. Echt van het gaas. Hier sluit hij heel chic en mooi aan. En hij heeft dus een prachtige V-hals. En ik dacht, hoe leuk is dit item met dit zwarte leren broekje. Panty eronder, weer stoere schoenen eronder of laarsjes en je bent helemaal good to go. Ik vind deze echt heel erg leuk. Hij heeft dus zilveren details, echt zo'n gesp heeft hij. En verder ziet hij er echt heel erg mooi uit. Hij is ook heel erg mooi, ja, geplooid hier aan de bovenkant. Hij heeft een beetje een elastiek erin. Hij is echt lang, dus je gaat niet je kont onderuit zien steken. En hij heeft een rit, zie ik, in het zwart. Dus dat valt ook niet echt op. En ik dacht, hoe leuk is deze combi? Iets chiquer met wat casual stoer. Dus deze outfit vind ik ook heel leuk. Het model die dit beige ding aan heeft, of ja, dat bruinige ding, is ook, staat zo mooi bij haar. Echt niet normaal. Ik hoop dat hij ook zo bij mij valt. Ik heb hem in een S, in een 36. Hij valt wel wat groter. Ja, we gaan het zien. En hij is maar 12 euro. En dit superleuke leren broekje heb ik in een maatje S, 36. En kost 17,50 euro. Dus dan heb je weer een te leuke outfit. Deze outfit vind ik ook echt te leuk. Ik weet niet, laat me weten wat jullie van dit kleurtje vinden. Maar ik weet niet of het bij mij zo mooi past.
Maar is echt heel mooi doorschijnend. Dit sluit echt top aan. Echt goede maat. En dit broekje zit super lekker. Echt niet normaal. Van achterkant ook perfecte lengte. Ik vind het wel leuk om deze een beetje zo te doen voor dat speelse effect. Ik weet niet, vind deze outfit ook echt heel erg leuk. En dan met allemaal kettingen hier. Is het ook gewoon heel erg leuk voor de feestdagen. Dan het volgende item, outfitje. Dat is outfit 5. Ik ben het tel kwijt. Weet je, ik zet het allemaal in de beschrijving. Daar zet ik bij elk outfitje de linkjes. Dus komt helemaal goed. Maar het volgende item is ook weer te leuk. Dit is namelijk een heel erg leuk jurkje. Maar hij is aan de achterkant open. Dus je kan het niet zo goed zien. Maar op de aanbeelden kun je het wel zien. Ja, het is, hoe ga ik dit vertellen? Dit is een beetje zo'n omslag ding. Want hij heeft van die touwtjes. Ik ga even het model erbij pakken. Dan kan ik het beter laten zien. Kijk, het lijkt op een jumpsuit. Maar het is dus echt zo'n omslag jurkje eigenlijk. Dit jurkje kost 22 euro. Ik ben benieuwd of die ook zo kort gaat vallen bij mij als het model. Ik hoop het niet. Want dat is wel heel erg kort. Maar ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd hoe dit in elkaar zit. Ik heb hem in een maatje M. Ook zodat mijn zus hem aan kan doen. Dus dit hele leuke kerstjurkje. Volgende outfitje is echt heel erg leuk, dit jurkje. In het begin denk je echt, hè, wat is dit? Want er zitten hele gekke touwtjes. Maar dan heb je hier nog zo'n strikje. Zo'n los touwtje die je om kan doen. En dan kun je alles bij elkaar knopen. Dus ja, deze vind ik ook echt heel erg leuk. En hij zit ook gewoon super mooi en mooi glitterig. Dan het volgende outfitje is weer een jurkje. Het is namelijk dit velvet zwarte jurkje. Hoe leuk met allemaal sieraden. Dit is het jurkje. Hij is dus helemaal geplooid zoals je misschien wel kan zien. Hij valt dan een beetje zo op je schouders. Hij heeft een mooie V-hals en verder sluit hij gewoon prachtig aan. Het is echt een heerlijk dik zwart velvet stofje. Dus echt lekker warm. En ja, dit is echt zo'n jurkje wat je afgelopen zomer ook heel veel hebt gezien. Dus dat is dit zwarte jurkje. Lijkt me echt enig met hakken eronder. Lekker full glam. En dan dit zwarte jurkje. Dus een beetje basic, maar aan de andere kant ook weer totaal niet. Heel erg leuk. Oh, ik kan niet wachten om dit allemaal te passen. Dit prachtige jurkje is 18 euro en heb ik in een maatje M. Omdat ik zag dat hij wat kleiner viel. Ik ben benieuwd of die mooi gaat aansluiten. Het volgende outfitje is dus dit hele mooie jurkje. Hij sluit echt heel erg mooi aan. Wel oppassen met je BH, want hij gaat heel snel ervan af en naar beneden. Dus ik moet even kijken hoe ik dit ga doen. Ik denk geen BH. Maar verder echt heel mooi. Hij stretcht mooi. Hij zit ook echt perfect. En ik raad je dus wel aan om maatje groot te doen. Want ik heb M nu aan en ik had echt geen kleine gemoeten. Dus echt heel erg mooi is deze jurk. Dan waren dit alweer echt mijn uitgekozen outfitjes. Maar we zijn nog niet klaar, want ik heb ook nog wat losse items. Die je nog een beetje kan combineren met alle items. Namelijk als eerst dit geweldige leren rokje weer. Heel erg basic eigenlijk, maar altijd handig. Hij heeft een schuine streep aan de voorkant, wat ik wel heel erg leuk vind. Ik ben benieuwd of die aan de korte kant is. Hij ziet er wel heel erg kort uit. Niet heel tactisch, want ik hou gewoon niet zo echt van hele korte rokjes, want dan draag ik het gewoon niet. Dus ik hoop dat het een beetje te doen is. Maar hij heeft... Oh my god. Oh, dit is heel erg. Hij stinkt naar vis. Oh, wat erg. Oh, wat vies. Hij stinkt enorm naar vis. Dat heeft die andere niet. Let me know als je tips hebt hoe ik die visgeur eruit ga krijgen. Want ik vind dat echt heel erg vies. Maar oké, hij heeft dus aan de voorkant hier een rits. Dus je kan hem zo naar beneden ritsen. En dan kun je hem goed aandoen. Stevige kwaliteit. Hij voelt echt heel erg stevig. En verder ziet het er gewoon prima uit. Hij heeft hier aan de onderkant nog een heel klein splitje hier. Heb ik in een maatje 36. Oh, die geur. En hij kost 11 euro. Dan dit rokje. En deze is ook heel erg leuk met deze body bijvoorbeeld. Maar het rokje is wel echt een beetje aan de korte kant. Vind ik. En hij stinkt. Dus als je tips hebt, let me know. Maar verder zit hij wel echt heel erg mooi. Hij heeft dus hier ook een mooi splitje. Maar ja, wat ik zei, hij is wel een beetje aan de korte kant. Maar op zich vind ik hem wel heel erg leuk. Dan weer een apart item wat je ook heel erg leuk met die body kan doen. Of dus met het witte blouseje weer. Dit rokje. Ik vond deze echt... Ik kon het niet laten. Ik vond hem zo hysterisch leuk. Hij is dus namelijk zilver. En dit is ook heel erg leuk als je zilveren sieraden draagt. Kijk dan. Deze band vind ik echt heel erg mooi. Hij stretcht gigantisch. Kijk. Echt top. Dan zit hij gewoon goed aansluitend.
En verder, ja, ik vind het gewoon echt een heel mooi rokje. Gewoon dat, die laagjes erin zo. Dit is een maatje 38 in een M, zodat mijn zus hem dus ook weer aan kan. Ik ook. Ik kan daar gewoon met rokjes en zo kan ik prima in een M'tje. Dus deze. En hij rekt ook goed mee, dus dan denk ik ook dat hij goed aansluit. Dus ik denk dat dit echt top gaat zijn. Het rokje is ook echt leuk met een zwarte kool of zo. Hij kost 10 euro, dus dat is echt niet veel geld. En dan is mijn korting er nog niet van af. Dan dit rokje en echt, I love. Ik heb nu snel een blouseje er zo boven gedaan. Maar dit rokje zit echt helemaal leuk. Helemaal leuk voor de kerstdagen. Dit is de achterkant. Het volgende item is een basic witte blazer. Het is niet per se een blazer dress, maar ik denk dat ik het wel als een blazer dress kan dragen. En dat vind ik echt heel erg mooi. Dus ook een blazer dress of gewoon een blazer is super leuk voor kerst als je het wat, ja, niet zo hysterisch wil maken. Hij heeft echt prachtige bruine knopen. Maar ja, ik vind deze echt leuk. En misschien is dit echt leuk als een jurkje dus. En dan weer met van die hele hoge laarzen. Lekker casual. Echt heel erg leuk. Deze witte blazer. Die heb ik in een maatje M38. Ook zodat mijn zus hem ook weer aan kan. En dat we hem gewoon samen kunnen delen. En die kost 17 euro. Ik vind het een beetje een doktersjasje. Snap je wat ik bedoel? Ik zou het denk ik ook niet zo snel hiermee combineren. Maar nee, I don't know. Ik ga het even proberen als blazer dress. Oké, ik zou hem eerder dus aandoen als blazer dress. Ik heb nu nog wel die body onder. Maar ja, het is een blazer voor mijn zus. Maar ik vind het een beetje een doktersjasje. Hij is ook heel erg kort. Maar ja. Dan het volgende outfitje wat ook echt heel erg leuk is. Zoals ik net zei, het hoeft allemaal niet te hysterisch als je er niet van houdt. Dus ook een basic outfitje. Daar hoort deze ring bij. Maar het is dit. Hij voelt lekker aan. Oeh. Holy. Deze kwaliteit is goed joh. Er zit ook echt een kaartje aan. Dat heb ik eigenlijk nooit. Geen idee. Maar goed. Het is een zwarte blazer dress. Hij is echt prachtig. Je gaat het in de aanbeelden dus beter zien. Maar deze kwaliteit is niet normaal. Ik vind het echt super stevig. Lekker zacht ook. Echt top kwaliteit. Rekt ook lekker mee. Hoe leuk is deze zwarte blazer met dus deze riem er zo bij. Lekker casual. Echt heel erg mooi vind ik dit. En ook leuk voor de feestdagen, maar dit kan sowieso altijd. Die blazer dress heb ik in een maatje 38 en die kost 23 euro. Ik ga helemaal stuk om deze. Dit is een beetje een jammer, bammer. Hij heeft namelijk dus zo'n heel leuk riempje. En zo denk je, oh ja, mooi. Maar hij heeft geen van die gespen waar hij doorheen moet. En het zit allemaal best wel strak. Dus als ik dit nu loslaat. Een inkijk. Het is net alsof je een badjas aandoet. En dit de touwtjes zijn. Heel apart. Dus ja, dit is een beetje een jammer ding. Niet helemaal. Maar het had zo leuk kunnen zijn. Maar hij heeft gewoon geen gespen. Het zit gewoon niet zoals het hoort. God, dan komen we weer aan bij de laatste twee items. Het is echt belachelijk veel, I know. Maar dat zijn eigenlijk geen items wat te maken heeft met de feestdagen. Daarom doe ik hem gewoon nu even op het eind laten zien. Maar dit kan natuurlijk ook gewoon gedragen worden met kerstavond of whatever. Als jij geen kerst viert, boeien. Het maakt ook helemaal niet uit wat je aandoet trouwens, hè. Maar ja, ik hou wel van glitter en dingetjes en vruchtjes. Maar als jij gewoon dat niet wil, dan kan het ook. Ik weet niet waar ik heen wil met dit verhaal, maar goed. Het is namelijk deze paarse hoodie. Heftig paars vind ik het. Deze heeft mijn zus uitgekozen, dus deze is voor haar. Maar ja, je kunt echt in chillen, gewoon in leven. Hij heeft een capuchon, dus het is echt zo'n hoodie van die touwtjes eraan. En verder is die heel erg lekker groot en paars vooral, heel paars. Ja, je moet ervan houden. Deze heb ik in een maatje S en die kost 19 euro. Ik moet zeggen dat het op de site echt lila uitziet. En het echt wel echt. Ik heb hiervoor toegang tot je dikkie gegeven. Kun je Siri uitzetten of zo? Echt elke video is het raak. Siri praat altijd tegen mij. En ik vraag er nooit om. En het is echt heel irritant. Maar ja, hij is dus wat paars in het echt dan op de site, vind ik. En ik weet niet of mijn zus dat ook zo leuk vindt. Maar hè, we gaan het zien. Dat is dus deze. En die kost, even kijken, 19 euro. Dan heeft mijn zus deze paarse hoodie aan. Hij zit top, toch? Ja. Top dit. En dan het laatste item. Deze heeft mijn zus ook uitgezocht. Zij wilde nog een sweatshirt. Dus zij heeft deze donkerblauwe sweatshirt besteld van Chicago. Of
van Chicago, van Shein. Maar er staat natuurlijk op Chicago. Ja, dit is wel echt chill. Welke maat is dit? Dit is een maatje 36. Het is gewoon een heel chill sweatshirtje. Niet te dik, niet te dun. Gewoon een prima ding voor in de winter. En die kost 12 euro. En dan deze sweatshirt. Mijn zus en ik zeiden, we moeten niet op een blauwe spijkerbroek doen. Maar zit ook heel erg leuk. Ik sluit het af met een heel cozy setje die ik gewoon vergeten ben te laten zien. Maar dat is dit hele leuke cozy setje. Het is dit hele zachte stofje in het wit. Zo'n crop truitje. Heel erg chill. En dan een heel kort, chill, zacht, fluffy broekje. Hier, dit is echt super fijn om in te chillen. Met online school is dit echt een heel chill setje. Dus die was ik nog even vergeten om te laten zien. Die draag ik in een maatje S. En ik zal in de beschrijving linken voor de prijs. Dus dat is deze. Dan waren dit alweer de outfitjes, de party outfitjes en natuurlijk de losse items die je natuurlijk ook een beetje erbij kan combineren. Ik zou dus alles in de beschrijving zetten, elk outfitje met daarbij de goede linkjes. En natuurlijk Floor Delver Q voor 15% korting, dus de kortingscode, die zet ik ook in de beschrijving. Mega dankbaar dat ik dit mocht krijgen en ik ga het absoluut niet zelf allemaal dragen, want we waren er maar 20 kerstdagen. We hebben er helaas maar 3. Dus ja, ik ga het ook delen met mijn zus. En het komt allemaal helemaal goed. En ook ik draag nu gewoon al glitter. Maakt mij niks uit. Ik hou van glitter. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Maak je me heel erg blij mee. En laat zeker weten of jij al een kerstoutfit hebt gescoord ergens. En of je voor glitter gaat. Of dat je voor wat meer casual gaat. Let me know. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga echt uitpakken en full glam. Helemaal zin in. Dus check even de beschrijving. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei doei!